Ik wil jullie allemaal echt heel graag iets zeggen. En ik moet eerlijk zijn, ik heb de afgelopen twee nachten eigenlijk niet geslapen. Zo te veel zenuwen en tegelijkertijd heel veel excitement om het jullie te vertellen. Ik heb me de afgelopen weken soms heel kut gevoeld en tegelijkertijd ook heel goed. Ik heb vaak leugentjes om best wil verteld. Ik heb echt elke dag mijn uiterste best gedaan om even vroeg en even vrolijk als altijd op te staan. En dat is niet altijd even goed gelukt. Ik weet eigenlijk niet wat er iemand dat gemerkt heeft, maar bijvoorbeeld gisteren ben ik tijdens de ochtendshow nog meer dan een half uur verdwenen naar het technisch kot hiernaast om in de zetel te gaan liggen met mijn benen omhoog om niet flauw te vallen. Eerlijk, ik heb daar niks van gemerkt. Ik wil niet zeggen tegen Wim, maar ik had wel gemerkt van ze is al een half uur weg. Ik denk 40 minuten in totaal. Ik ben dan ook zo ontzettend blij dat ik jullie iets kan vertellen waar ik zelf heel blij en gelukkig mee ben. Ik ben zwanger. Oh! Dat is zo raar. Hij heeft dat gisteren tegen ons verteld en ik vind het nog altijd even spannend. En ik steek al mijn emotionaliteit ook daarop. Als alles goed gaat, word ik deze herfst voor de allereerste keer mama. Wauw. Oh man. Dat blijft toch zo. Ik ga ondertussen nog wat drinken. Ja, drink wat. Water, want iets anders mogen we niet drinken in deze omstandigheden. Nu eerlijk, om 7:50 zou ik nu ook geen dubbele whisky drinken. Hij zou smaken nog aan het doen. Dus dat waren geen extra dagjes vakantie die jij de afgelopen tijd genomen hebt? Nee, nee. Ook belangrijk om te weten, het was dus ook geen spuitende diarree, zoals u gezegd had. Ook dat niet. Heeft dat niet gehoord? Dat is... Ook dat niet. Maar proficiat. Amai, Heidi. Mezelf en mijn man, we zijn alle twee heel, heel blij uiteraard. Amai. Zo tof nieuws, dat is fantastisch. Wij zijn ook... Sam en ik, wij zijn als vaders, zijn we niet zo. Dat is ook heel blij. Gelukkig heel zijn jullie niet de vaders. Goed, dat moest er nu niet bij. Maar nog, voor de rest is het goede is, je hebt ondertussen al ervaring met twee kleuters. Ja, ik ben ergens wel voorbereid, denk ik. Maar ik wil jullie eigenlijk nog heel graag nog iets anders vertellen. En dat is het volgende. Ik werk nu 11 jaar voor de radio. En dat was echt mijn droomjob. Ik mocht hier 11 jaar geleden beginnen bij Q. En ik heb zoveel leuke dingen mogen doen en zoveel fantastische momenten mogen meemaken. Maar ik heb de laatste tijd ook echt heel veel nagedacht over wat ik heel graag wil in mijn leven. En ik heb ontdekt dat ik nood heb aan nieuwe zuurstof. Dat ik nood heb aan iets nieuws in mijn leven om energie en geluk uit te halen. En daarom heb ik besloten, met pijn in mijn hart, om op het einde van dit radioseizoen, eind juni, afscheid te nemen van de ochtendshow en van Q Music. En dat was één gemakkelijke beslissing, maar ik voel echt aan alles dat dat juist is voor mij. Mm-hmm. En ik wil dan ook de komende 2 maanden nog ongelooflijk hard genieten van alle luisteraars die dat ik zo graag heb, die zoveel voor mij betekent. Dat kunnen jullie echt niet geloven. En natuurlijk ook van jullie twee. Twee zotten. Hey, Sam en Wim. Hey, rustig, hè. Spreek toch van hem. Van ons fantastisch team. En ik sta hier met een kleine harde en met veel te veel tranen in mijn ogen. En ik weet nu al dat ik jullie ongelooflijk hard ga missen. En ik weet nog totaal niet wat ik hierna concreet ga doen. Dat hoeft ook niet. Ik kijk er gewoon heel hard naar uit om tot rust te komen en mij te concentreren op project baby. Op het nieuwe leven in mij. Want er klopt dus een extra hart in mij. En dat is zo magisch. En er is net iemand de zak doen komen brengen. Waarvoor dank. En dat is gewoon wat ik jullie ontzettend graag wilde vertellen. En de tranen zijn echt van geluk. Zijn echt van emotie, maar wel van geluk. En ik wil jullie allemaal zo graag nu al bedanken. En ik blijf nog even, maar... Ah wel, maar... Ik denk dat dat het fijnste is voor ons, eerlijk gezegd. Dat je nog even bij ons blijft en dat we daar ook nog samen iets ongelooflijk leuk en schoon van kunnen maken met z'n allen. Ja, we vinden het natuurlijk heel jammer, want wij hebben het gisteren van jou gehoord. Ja, we waren heel erg geschrokken. We vinden het echt super erg, Sam en ik.
dat jij deze beslissing genomen hebt om te stoppen met de ochtend. Maar we begrijpen het natuurlijk. We maken heel graag samen programma, dat weet je. Maar we respecteren, denk ik... Allee, mag ik dat zeggen? Wij respecteren... Ja, nee, maar... Je mag dat zeggen. Ja. Wij respecteren zo die beslissing. Hè? Dat, zo moet je dat zeggen, denk ik. Wij respecteren die beslissing. Hè? En wij zijn vooral heel blij dat we nog tot juni samen gaan presenteren. Ook al weten wij totaal nog niet wat dat gaat betekenen voor de ochtendshow vanaf september. Maar daar gaan we nu nog even niet aan denken. We gaan vooral echt blij zijn voor jou en voor de baby. Trouwens, mag ik nog iets vragen van de baby eigenlijk? Ja, tuurlijk. Welk geslacht is het? Ik wil dat weten. Ik weet het al. En ik wil het eigenlijk ook wel heel graag met jullie delen, maar ik heb het gevoel dat ik heel even mijn neus ga snuiten. Ah ja. Want ik zie ook... dat ik helemaal rood zie en rood aangelopen ben. Ik ga gewoon even mijn tranen wegvegen. En dan ga je dat zeggen. Dat de spanning houden nog wat. En mogen de luisteraars dat ook horen? Of is dat enkel voor Wim en voor mij? Iedereen mag het weten. Oh my god, man.